Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag gaan wij de Formule 2 race doen op Baku. Dus vind je dat een leuk, smash vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent en vergeet niet om dat belletje aan te zetten, zodat je geen enkele video mist. Check ook zeker de Aston Martin F1 2021 career mode uit. En ik heb een race, een 50% race opgenomen met Max Verstappen op Spa. Dus check dat ook zeker uit. Allemaal op F1 2021. En ja, je wil dit niet missen. Dit jaar wordt awesome. En we gaan er wat tofs van maken. Dus abonneer. Want heel veel mensen die kijken zijn niet geabonneerd. En dat doet me een beetje pijn. Maar dit weekend is natuurlijk het raceweekend op Baku. Dus wij gaan ons dit weekend even focussen en allemaal toffe content maken. We gaan beginnen met Formule 2. We gaan nog hotlaps doen. We gaan nog races doen. Voorspellingen, alles. We gaan live. En ja, één groot feest dit weekend. En wij gaan nu rijden met Prema. En dan gaan we als Mick Schumacher rijden. Leek me wel eens leuk. Even kijken hoe dat gaat. Alright, daar gaan we dan, dames en heren. Ik weet nog steeds niet hoe ik moet starten met deze auto's. Ik heb Jarno Opmeer gevraagd om hulp. Maar we zijn een soort van weg. Dus nu gaan we lekker even kijken wat wij kunnen doen. Terwijl wij... daar bijna een mega crash hadden veroorzaakt. Kom op! Soms heb ik een soort gevoel van... de auto's gaan zo langzaam. De auto's gaan zo langzaam. Maar ze gaan natuurlijk ook langzamer dan de Formule 1. En je moet alles wat rustiger doen. Wat rustiger op je gas. Wat voorzichtiger door de bochten. Want je hebt minder downforce. En ook nog steeds wel veel power. Dus we moeten gewoon even opletten. En die hebben ook altijd betere exits. Ik ben gewoon eigenlijk nog wel een beetje een Formule 2 noob. Can't confirm. Maar ik vind het wel leuk om even ook wat anders te rijden dan de hele tijd Formule 1. Dus dat wisselt even lekker een beetje af. En dan leren we ook weer een hoop van, we moeten gewoon zoveel mogelijk ervaring hebben met zoveel mogelijk verschillende auto's. En dan komt het helemaal goed. We zitten wel nog binnen de seconde. Maar wij hebben toch wel een aardige gap voor ons. Dus ik hoop... ah, kijk, daar wordt gebatteld. Dat kan misschien voor oponthoud zorgen. Waardoor wij weer dichterbij kunnen komen. Nee, we hebben gewoon echt slechtere exits. Terwijl ik gewoon echt zo snel mogelijk vol gas ga. Maar het is niet snel genoeg. Maar zij zijn hier met z'n drieën een beetje aan het klooien. En er is hier niet heel veel ruimte voor. Kijk maar eens hoe dichtbij wij komen. Misschien kunnen wij P5 pakken. Dat zou mooi zijn voor deze race. Oeh, sorry Islet. Oh, en we hebben hier een goede exit. Heel erg goed zelfs. We gaan naar links aan voorbij. Dit is helemaal goed. En dan kunnen we hopelijk gewoon deze plek houden. Ja, dat moet wel lukken toch? Hij zit nog een beetje naast me. Maar een beetje is niet helemaal en we zijn er langs, dames en heren. Next target, Daruvula. De gap blijft rond de 1,2 seconden naar voren. Dus ik hoop dat ze nog even gaan battelen en elkaar gaan proberen in te halen. Want dan kunnen wij nog wat gaan doen. We hebben nog 3 rondes te gaan. Oeh, dat was een kleine lock-up. Er begint hier toch wel een aardige trein te vormen met 4 auto's. En dat is dan naar P6, 5, 4, 3. Dus het podium is aan het einde, of aan het begin, van deze slinger. Oeh, en dat was bijna de muur. Dus als zij gaan battelen en als wij dichtbij genoeg kunnen komen, kijk, dit is precies wat we nodig hebben. Dan kan het nog spannend worden. Misschien kunnen we dan nog wel een podium pakken gewoon. En we hebben eindelijk DRS. Dat is top. Dat hebben we echt wel zeker nodig.
Ze zetten hem weer naast elkaar neer. En dat gaat allemaal moeilijk hier in die smalle straten van Baku. En dat geeft ons een hoop mogelijkheden. Maar waar gaan wij actie ondernemen? Hier wordt het moeilijk. Ik denk dat we dadelijk op lang rechtstuk wel wat kunnen gaan doen. Kom op, blijf bij hem. Pak hem, pak hem, pak hem. Dit wordt het moment, jongens. Dit moet het moment worden. Kijk, we komen hier al zoveel harder aan. Dit is top. Zo, dat is even dicht bij de muur. En dan hebben we nu DRS. Op naar Daruvala, kom op. Geef mij die P5 en tikt hem, rijdt daarvoor ook. Good. Dat vind ik ook echt een geniaal gastje. Oké, dat was mooi gegaan. We hebben weer DRS. Maar dit stuk is denk ik net te kort. Als hij de binnenkant pakt dan... kunnen we misschien wel nog wel doen. Ja! Ja! Kijk, wat een ronde jongens. Wat een ronde. Maar nu hebben zij wel DRS. Dus we moeten even wegrijden. ...3,6 seconden zitten we van TikTim aan. Of af. Lungard die rijdt nu op het podium. Maar als zij nog gaan battelen, dan weet je nooit wat er nog allemaal kan gebeuren. En dan gaan we alweer de laatste ronde in, dames en heren. Laten we gewoon proberen om deze P5 vast te houden. Is ook een hartstikke mooi resultaat. Of er moet voor ons nog wat geks gebeuren, maar zij zitten ook in de slipstream bij elkaar. Dus dat gaat moeilijk worden voor ons. Zeker omdat wij geen DRS meer hebben. We moeten gewoon de rest even achter ons houden. Dat is het belangrijkste nu. Want ze komen toch wel weer akelig dichtbij. Laatste rechte stuk. Maar dit gaan we helemaal halen, jongens. We hebben een seconde weggereden van de achter... of van de achterleiders. Van P6. Dus dat hebben we hartstikke netjes gedaan. Tsunoda heeft gewonnen, jongens. Dat is hartstikke tof. Nou, wij rijden als Schumacher hier. Huppakee, P5 in de pocket. Ik vind het helemaal mooi. En dan hebben we hier het resultaat, jongens. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Smash dan vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet niet om dat belletje aan te doen, zodat je geen enkele Baku content mist. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer, jongens. Later!